18 jaar, kom uit Rotterdam en ik studeer International Hotel en Hospitality Team Management. Vandaag neem ik jullie een kort dagje mee in Hotel de Bilderberg in Oosterbeek. Ik doe hier mijn werkoriëntatie, dat is eigenlijk een korte stage voor mijn 6 weken. Het is eigenlijk meer om gewoon een beetje te proeven hoe het in de praktijk eraan toe gaat. En om te kijken wat je opleiding nou precies inhoudt. Mijn hoofdtaken hier op stage zijn mensen in- en uitchecken. Reserveringen maken voor de hotelgasten. En natuurlijk heel de dag klaarstaan voor ze. Om ze te helpen met allerlei dingen die gebeuren moeten hier. Naast dat we een hotel zijn, hebben we ook nog verschillende zalen waar mensen conferenties kunnen houden. Dat zijn voornamelijk voor de zakelijke meetings. Ik neem jullie mee naar een zaal. Ik heb deze stage samen met de begeleiding van het Eurocollege gevonden. Ik heb gekozen voor een hotel omdat daar mijn interesse ligt en ik me daar echt wel op wil gaan richten. Ik zie mezelf over 10 jaar in een internationaal hotel werken. Het liefst in het buitenland, dat is namelijk altijd mijn droom geweest. En misschien zelfs nog later een eigen hotel starten. Maar dat zijn nu op dit moment mijn ambities. Hoe vind ik nou de sfeer op school? Nou, ik zit er pas 3 maanden op, maar eigenlijk valt het me nu al wel heel erg goed. Ik ken nog niet iedereen van de opleiding, in verband natuurlijk nu ook met wat er aan de hand is allemaal. Maar ja, het is echt gewoon heel erg gezellig en ja, daar gaat het natuurlijk om. Dit was dus in het kort mijn werkoriëntatie bij de Bilderberg. Heb je nou nog vragen over de werkoriëntatie of over mijn opleiding, kun je altijd contact met ons opnemen. En dan wens ik jullie alvast fijne feestdagen!